Gerald vertel oor die lewe in die veld, oor die Engelse wat Heilbron beset het, totdat dit in die lentetyd van 1901 ook ons storie geword het. Ons was dogters van die doodskampe. Weke het verby gegaan en ons sit nog steeds hier binnen die kamp. Wanneer jy in die stof lê sonder hoop, sonder moed, staan op. Dis ons derde aand van Begrons eksklusieve voorskou, jy weet, waar mense by mekaar kom en ons is net allemaal, jy weet, hier om die fliek te kyk en te geniet. Vanavond was voor mij aangrijpend geweest. Ik denk Elrich IJssel, zijn span, Forum Films, het rechtig iets ongelooflijk recht gekregen. Hij heeft die geest van die boek in prentjies vastgevang, eindelijk op een betere manier als wat zelfs ik dit zou kon verbeel. So ek wil hulle sê, baie, baie geluk. Het is rechtig, rechtig uitstekend gedoen. Dit lijkt voor mij, dit is een reuselijk succes en ik is ongelooflijk dankbaar en ongelooflijk trots dat ons zoiets kon recht krijgen vanavond en ik hoop rarig net daar kom mee. So ja, vanavond is voor mij maar net absolute dankbaarheid, jy weet, en mense se harde werk en ons kom allemaal hier bij elkaar en ons celebrate het, ja. Ek dink, wat ek vanavond gesien het, is trane. Daar is regtig die oog gewees wat die eintlik 'n traan ingehaat het. Ek so rondom my gekyk en ek dink mense het verskillende emosies beleef. Nommer 1 kon my sien dat hulle gaan in die karakters in en hulle leef saam met die karakters, maar ek kon ook sien hoe die karakters in die mense ingaan. Want elkeen op hierdie stadium, vooral in hierdie tyd, het ook maar een stuk swaar kry. Elkeen van ons het vanavond van Katrein gesien en Katrein ook in hulle beleef. Het was eintlik hartseer vir Katrein, maar self hartseer gewees. En ek dink elkeen het 'n stukkie hartseer vanavond verwerk saam met Katrein. So ek dink vanavond wat ons hier beleef het, was ook 'n stuk sielkunde van almal wat hier was.